Ja, Gerard de Nooijen, vandaag eindverantwoordelijke. Kan je leven met het punt hier in Maastricht? Als je terugkomt vanuit een achterstand van 1-2, en dan kan wel leven. Maar qua voetbal, qua kansen hadden we gewoon moeten winnen. In de eerste helft maken zij 1-0 op het moment dat jullie inderdaad kansen hadden. Hè, met Janga die hem erin moet frommelen, een kopbal van Steenvoorde. En jullie waren de betere ploeg. Ja, maar ik vond dat we heel de wedstrijd de betere ploeg waren. Maar we hebben prima gevoetbald. Hè. MVV was alleen maar aan het verdedigen. Hè, die verdedigde echt met z'n allen. En we kwamen er elke goed doorheen. Alleen soms die laatste paas was net niet. Maar ik vind dat we gewoon een compliment aan een team. Want elke ploeg waar we nu tegen spelen, stak heel ver in. En dat is ook een compliment aan ons. Wat gebeurde er vlak voor de 1-0? Want de scheidsrechter Baks komt naar jou toe. Ik dacht eerst dat hij jou naar de tribune wilde wijzen. Nee. Ik vroeg alleen dat hij... er waren een paar keer een dubieuze beslissing met duwen. En het raar is altijd dat... Ja, de ene keer fluit wel, de andere keer niet. Maar voor de rest was het geen probleem. Maar daarna komt wel die goal. En Robert zei dat hij vastgehouden werd. Maar dat kon ik niet zien. Twee goals waren misschien wel te voorkomen. Maar oké, andere kant, we komen goed terug. Het toont ook de mentaliteit van de groep aan. Het is jammer dat we niet om kunnen zetten in winst. Want het was zeer verdienst geweest, denk ik. Je vleugels hadden het moeilijk, maar je geeft het zelf wel aan. Hè? Dat heeft ermee te maken dat ze dubbele dekking bij je vleugelspelers, omdat ze weten hoe jullie voetballen. Ja, maar Jeroen zijn de rust nog. Hè? Er komen er 3 of 4 bij mij staan. Oké, er komt er altijd daarna eentje vrij natuurlijk. Alleen, die voorzetten waren ook niet goed genoeg. Maar oké, nogmaals, het is heel moeilijk voetballen als ze heel dicht bij elkaar staan. We kwamen er toch goed doorheen, vond ik. Een prima wedstrijd aan onze kant. Het is jammer dat we niet gewonnen hebben. Ja, knap dat jullie wel terugkomen, maar inderdaad, hè, want wilde je echt aanhaken, had je eigenlijk moeten winnen. Ja, oké, maar dat zullen zij ook zeggen. Het is na VVV en nu MVV. Ja, het waren toch twee clubs die heel, wat ik al zei, hè, met veel man achter de bal spelen. En dan moet je het vermogen hebben om erheen te komen. En dat deden we vandaag veel beter dan tegen VVV. Alleen dat moet je zelf belonen. Dat is jammer. Maar oké, aan de andere kant kunnen we leven dat we weer een goede wedstrijd hebben gespeeld. En dat we met het systeem waar we mee gaan, gewoon door blijven gaan. Hoe vreemd was het voor jou om vandaag weer eens eindverantwoordelijk te zijn, nu Harry van der Ham ziek thuis was? Nou ja, niet zo vreemd. Want ik bedoel, we doen het met z'n allen en daar ben ik ook onderdeel van. Maar je hoort ook wel aan mijn stem dat ik toch aardig heb moeten coachen. Maar oké, dat is inherent aan het coachen en vind ik geen probleem. Nog contact gehad met Van der Ham? Ja, tuurlijk. Zo ziek is hij niet meer, dus hij kan wel praten. We hebben wel even contact gehad in de rust en na de wedstrijd nog niet, maar dat komt wel.